ga je laten zien hoe je een agendapunt toevoegt. Als eerste ontlok je het screen. Ga je naar menu. Dan ga je naar agenda. Dan zie je hier bovenin een plusje staan. Door op het plusje te drukken, dan kan je eigenlijk voor vandaag een item bijvoegen. Door bij afspraaknaam in te vullen wat de afspraak is. Dus bijvoorbeeld eventjes test. En dan om 10 uur, nou ja, laten we zeggen dat dat prima is, opslaan. Dus dat wil zeggen dat we over een kwartier het afspraakpunt test hebben. Als we een andere datum willen pakken, hoeven we dat alleen maar te doen door erop te drukken. Nou, dan zie je die lege dag. Kan je ook weer op het plusje drukken. Daarbij kan je ook weer een afspraak erin zetten. En de tijd kan je veranderen ook door erop te drukken. Kan je zo makkelijk de tijd aanpassen. Sorry, en dan op opslaan. Niet.